de video ter promotie van de demonstraties in dit weekend. Er is een heel erg belangrijke demonstratie in Den Haag. En er is een ook belangrijke demonstratie in Amsterdam. In Den Haag, kom naar plein. Op het moment dat je op social media kijkt, de ene demonstratie kondigt aan begin om 12 uur. De andere demonstratie kondigt aan begin om 12 over 1. Er zal ook wel ergens iets staan, 3 uur. Kom gewoon naar het plein. Ga lekker op een terrasje zitten om een uurtje of 11. Op het moment dat er ergens mensen verzamelen, ga erbij staan. Op dit moment zitten we in een kat-en-muisspel. Omdat de GLS'jes geven aan als grondrecht. Wij kunnen demonstreren wanneer we willen, hoe we willen, met hoeveel we willen. Wij doen dat omdat wij de elite het Binnenhof uit willen drijven. Nou, de elite gaat natuurlijk niet als makke schapen zitten wachten tot wij ze eruit gedreven hebben. Dit is een confrontatie. En die doen alles wat in hun vermogen ligt. En hun vermogen is beperkt. Want ze willen de illusie dat we vrij zijn in stand houden. Die doen alles wat ons in hun vermogen ligt. Om daar vooral geen gele hesjes te hebben. Nou, die intentie is verkeerd. Echter, op het moment dat de gele hesjes op legitieme wijze aan de macht komen in dit land. Op legitieme wijze. Niet op legale, maar op legitieme wijze. Dan een legitiem dat wil zeggen dat als de mensen dat willen, dat we weer verdwijnen. En niet alleen GLS'jes hoor, ook andere opstandgroepen in het radicale midden. Maar op het moment dat wij op legitieme wijze aan de macht komen en er staan na een maand 10.000 rode of bruine hesjes. Dan die gaan echt naar het Malieveld hoor. Die laten we daar dan ook niet staan. Wij gaan niet, wat mij betreft gaan we zeker niet in het Binnenhof zitten. Ik heb het vermakere museum van, breek het af. Maar het gaat er dus om dat ik heb het al gezegd. Op het moment dat er 10.000 mensen staan en daarvan is 25% bereid om er letterlijk uit te lopen. Agenten hebben wel beters te doen dan dat. Dat snap ik allemaal ook wel. Alleen, wij zijn dus de gele hesjes. En wij duwen om de elite weg te krijgen. Wij zijn alle vertrouwen in deze elite helemaal kwijt. Wij geloven niet in het systeem. Dus wij werken buiten het systeem. Willen ze allemaal weg hebben. De ene is er wat milder in, de andere is er wat feller in, maar we willen ze allemaal weg hebben. Ja. Wij hebben bepaalde grondrechten. Wij hebben grondrecht om te demonstreren. En wij hebben een grondrecht om voor plein te demonstreren. Op het moment dat daar 20 mensen in gele hesjes staan, dan heeft de elite geen enkel legitiem recht om te zeggen, jullie moeten weg. 20 mensen in gele hesjes, als ze iets hebben van, heeft een van hun misschien een verfbommetje bij zich, dan fouilleer me maar, als je daar een redelijke grond hebt om dat aan te nemen. Dus als we daar met 20 staan, of met 100, of met 500, dat is geen enkele bedreiging voor de veiligheid van de politici daar. En wat ik me ook heel goed voor kan stellen, is als wij aangeven, wij komen daar iedere eerste zaterdag van de maand demonstreren met 10.000 man, dat de elite dan zelf maar een dagje wegblijft. Het is één dag per maand, het is een zaterdag. Ze kunnen één dagje per maand, daar komt echt geen chaos van als de politici één dagje per maand het Binnenhof niet in kunnen. Nou, dat allemaal gezegd hebbende, dit geeft aan welke kant ik op wil. Geen chaos, wel heel erg veel druk. Systeem omver, hele politieke saneren. Meer dan 90% van de politici in de Eerste en Tweede Kamer en in de regering zijn mensen die gewoon niet voldoende deugen. Ik noem het Omtzigt, die man die deugt echt, denk ik. Ik noem maar geen andere. Er schieten twee namen op beide flanken me te binnen waarvan ik denk van nou, ja, die ene flank ben ik het met sommige dingen totaal niet eens, andere flank, maar dat zijn mensen die deugen. Zijn er dus 3 van de 225. Van eentje, de voormalige burgemeester van Leeuwarden, weet ik dat hij totaal helemaal niet deugt. Ik heb een keer een uur naar die man moeten luisteren, zeg. Goed, video moet niet te lang duren.
Morgen Den Haag. Er staat op social media op veel plaatsen aangekondigd hoe laat het begint. Ene geeft aan 12 uur, andere geeft aan 12 over 1. Kom er gewoon heen. Neem je gele hesje lekker mee in je plastic tasje. En kijk eventjes aan hoe het zich ontwikkelt. Sluit je aan bij demonstraties. Begrijp, het is een kat-en-muisspel. Begrijp, het kan hier en daar wat stress zijn. Begrijp, het gaat er hier om, om iets te kunnen doen waar we sowieso al recht op hebben en alleen met heel veel moeite krijgen. Namelijk daar demonstreren op een manier die alleen door mensen met veel te veel fantasie kan gezien worden als een werkelijk gevaar voor wat die gasten in het spookkasteel allemaal wel niet aan het doen zijn. Nou. En dat zeg ik omdat ik ben geen hypocriet. Als wij de macht overgenomen hebben, dan zeggen wij ook tegen 10.000 rode hesjes of 10.000 bruine hesjes, nou, demonstreren prima, maar we gaan jullie even naar een andere plek demonstreren. Als het er 10.000 zijn, niet als het er 10 of 100 zijn. Goed. Den Haag is het belangrijkste dit weekend. Den Haag is absoluut het belangrijkste dit weekend. Daarnaast is er mij één andere demonstratie bekend. En dat is de demonstratie van 1 uur. Die begint voor het Centraal Station in Amsterdam. Voor de 5e week achter elkaar kunnen Ronald en Paul allebei. En iedere zaterdag dat Ronald en Paul allebei kunnen, is er een demonstratie. En je kan altijd in de Gele Hesjes Amsterdam groep zien of er een demonstratie is. Gele Hesjes Amsterdam groep op Facebook. Dan kan je altijd zien of er een demonstratie is. Ik ben aan het werk om ook op andere plaatsen te promoten. Video moet niet te lang worden, tekst moet niet te lang worden. Maar ik ben daar dus mee bezig, want niet iedereen zit op Facebook. En ja, bijvoorbeeld dit filmpje op YouTube kan je het zien. Dit video zet ik op Facebook, ook op YouTube. Ik zeg heel veel M. Dus Den Haag is verreweg het belangrijkste. Er wordt daardoor veel mensen, nee, door genoeg mensen waren het er maar veel, hard gewerkt om daar te krijgen waar we sowieso recht op hebben. Namelijk daar zelf met uitsluitend publicaties op social media demonstreren op een manier die alleen een liggende overheid kan duiden als bedreigend voor de politici die op zaterdag eventjes nog wat doen op het Binnenhof. Ik ben echt boos. Er is hard gevochten voor onze grondrechten. En wat doet de elite van nu? Die, omdat zij zichzelf goed vinden, maar ja. Weet je, er zijn mensen die PVV stemmen, ondanks het feit dat ze dat islamstandpunt van de PVV maar totaal onzin zijn. Bijna iedereen die VVD, CDA, D66 of PvdA stemt, is helemaal niet te spreken over de baantjesjagerij, de inhaligheid, de sluwigheid, de trucjes, ik ga je niet te ver in doorschieten, want ik hou niet van opruiing. Niet zozeer omdat ik de elite niet weg wil hebben, maar omdat je dan daarna iets groots gemaakt hebt wat niet echt beter is. Maar de kartelpartijen hebben helemaal geen steun. Het spel van de kartelpartijen is, zolang ze de anderen nog erger vinden dan ons, vinden wij het allemaal best. Het kan ze niks schelen dat 20 of 30 of 40% van de mensen niet komt stemmen, omdat ze het allemaal maar niks vinden. Het enige wat hun kan schelen is baantjes, macht. Sommige mensen hebben enige ideologische bevlogenheid. En die zijn ook heel erg bezig met het zaagsel in eigen hoofd. Ideologie centraal stellen is zaagsel in je eigen hoofd. Systematische aanpak van de werkelijkheid werkt niet. En de video is nu al behoorlijk aan de lange kant. Dus nogmaals, één keer. Kom gewoon naar Plein Den Haag. Als je daar om een uurtje of 11 bent en je bestelt een koffietje. En je gaat op een terrasje zitten. Ik heb niet gecheckt of om 11 uur al dingen open zijn. Maar dat zal gerust wel hoor. En anders kom je gewoon om 11:30 terug. Gewoon wachten wat er gebeurt. Waarschijnlijk komen er zo nu en dan groepen het plein op. En dan komt de politie eraan. En dan zeggen ze, jullie moeten een half uurtje weg. En dan komt er een half uurtje later weer een groep. En zo gaat het kat-en-muisspel door. Net zo lang tot de politie ons daar gewoon, dat is ons grondrecht, binnen het redelijke laat demonstreren. En wie bepaalt wat het redelijk is, dat wordt dus de uitkomst van het kat-en-muisspel. De elite van nu bepaalt het er zeker niet, want die zitten er voor zichzelf. Dat is dus Den Haag. Kom gewoon naar Plein in Den Haag, 5 minuutjes lopen van Centraal Station. Den Haag is geen stad waar het extreem veel toeristen zit. Dat heeft als groot voordeel dat als je aan iemand vraagt, weet je waar het plein is, dat 9 op de 10 mensen dat inderdaad weet. Makkelijk te vinden.
Daarnaast Amsterdam, nou, daar zijn we ook heel makkelijk te vinden. Je moet gewoon eventjes luisteren naar nu, wat ik nu zeg. Je moet helemaal niks, maar je moet wel even nu luisteren. Je gaat naar het Centraal Station en je loopt naar buiten. En dan kijk je, er is trouwens een, voor mensen die met de auto komen, is een redelijk betaalbare parking in de buurt. Je kan je auto parkeren bij Metro Station Noord, 1,50 euro voor de hele dag geloof ik. Daarna 2 euro met de metro, tweede halte op Centraal Station aangekomen. Ga je voor het Centraal Station staan en als je dan heel veel water ziet en pontjes en zo, ben je aan de verkeerde kant. Dan moet je naar de andere kant. Er is één passage onder het Centraal Station door waar je helemaal niet op poortjes hoeft of zo. Er is voor wie of een chipkaart heeft, je kan even inchecken, uitchecken, kost je precies 0 cent. Dan kom je dus aan de goede kant van het Centraal Station. De goede kant van het Centraal Station is waar je links voor je een grote kerk ziet. Als je links voor je een grote kerk ziet en het is tegen ene, dan hoef je eigenlijk alleen maar de gele hesjes te zoeken. Wij zijn gele hesjes. Groot voordeel daarvan is, wij vallen best wel op. Wij zijn makkelijk te vinden. Ik ga niet zeggen waar we staan. We staan de laatste weken altijd op dezelfde plek, maar we gaan gewoon staan waar we zin hebben om te staan. En het is aan de voorkant, het is hooguit 2 minuutjes zoeken en je hebt ons gevonden. En ik ben ermee bezig dat je ook gewoon naar de Dam kan komen om 2:30. Ik probeer dat dit weekend dicht te timmeren, maar sorry, dit is organisatie. Deze video gaat gewoon online. Het is weer te lang. Het is weer niet gewoon op hoofdpunten, activistisch, duidelijk, klaar. Heb wat geduld, heb wat tijd. Heb wat geduld, geef het wat tijd. Maar het allerbelangrijkste is, indien het kan, kom naar Den Haag of anders naar Amsterdam. De demonstratie in Den Haag dit weekend is verschrikkelijk belangrijk om de weerstand van de sluwe inhalige elite tegen het grondrecht om te demonstreren te breken. Wij willen dus die weerstand breken, dat is verschrikkelijk belangrijk. Echter, het kan zijn dat je er geen geld voor hebt. Het kan zijn dat je iets hebt van, ik ben vorige maand naar Den Haag geweest, dit keer een keertje Amsterdam. Den Haag is heel erg belangrijk. Amsterdam is ook belangrijk. Aan u de keus. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken. En wat je ook doet dit weekend, prettig weekend.